Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 29 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is koud, het is 17 graden, dus het regent ook weer. Ik vind het wel gezellig, maar het maakt het ook wel weer fris. Ik heb gisteravond gekeken naar Goede Tijden. Nog twee afleveringen, dan is de zomerstop. En daarna Zeeman Confronteert. Het was wel weer heel heftig. Dit keer ging het over een man, die werd dus lastiggevallen. Hij is op een datingsite gegaan, daar kwam hij iemand tegen, maar dat leidde nergens toe eigenlijk. En uiteindelijk kreeg hij een relatie met iemand anders. Toen na een tijdje ging de relatie toch weer uit, ging hij zich toch weer aanmelden bij diezelfde dating app. En kwam weer diezelfde persoon op zijn pad. Nou, ze begonnen het over en weer te praten en uiteindelijk kwam het tot foto's uitwisselen. En dat ging dan om een pinky promise, dus een foto sturen van je duim of pink. En dat deze al niet echt, die persoon die haalde dat al van Pinterest af, die foto. Dus dat klopte al niet. Maar toen werd hij steeds vaker lastiggevallen door iemand die zei dat hij alles van hem wist. En dat hij wist waar hij zat. En zelfs vriendinnen van hem die werden lastiggevallen. Er waren er twee bij, daar had hij ook daadwerkelijk een relatie mee gehad. En een van die vriendinnen zei, nou ik ga diegene wel proberen uit de tent te lokken om informatie los te krijgen. Nou. Zo gezegd, zo gedaan, maar het klopte allemaal niet. Toen hadden ze op een gegeven moment een val opgezet in de hoop dat die stalker langs zou komen, want die zat al steeds van, ja, niet naar de politie, niet naar de politie. En toen is diegene niet op komen dagen. Die man heeft wel met zijn goede vriendin wat gaan eten. En toen kregen ze een bericht van, ja, mooie jurk, maar ik durfde niet te komen. En het was allemaal heel raar. Ik zei op een gegeven moment tegen mijn moeder, ik zeg, volgens mij zit die vriendin. En uiteindelijk was dus toch die vriendin het. Dus wel heel bizar hoe dat dan toch ten einde komt. En ze gaf ook niet helemaal openheid van zaken. En ja, ik denk gewoon dat ze gewoon het niet kon hebben als hij met anderen date. En dat hij misschien op die datingsite zat. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. Maar wel heel bizar dat dat zo kan. Daarna heb ik nog even Kopen zonder kijken afgekeken en nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn vlog afgemaakt en mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken, want die was toch weer niet helemaal duidelijk. En toen ben ik de Netflix-serie gaan kijken. Nog twee afleveringen te gaan, dan is het ook alweer afgelopen. En toen nog even zie je zij en toen ben ik nog even lekker gaan lezen. En toen ben ik naar bed gegaan. Dat was verder allemaal prima. Eigenlijk, ik ga zo meteen gewoon schoonmaken en daarna eventjes naar boven. Maar ik heb dus geprobeerd om de gootsteen of de afvoer te ontstoppen. En daar heb ik jullie bij meegenomen. Dus dat ga ik jullie laten zien. En dan horen jullie ook gelijk of dat het gelukt is. Ik dacht dat is misschien ook wel eventjes interessant om te zien. Mocht je het ook zelf willen doen, dat je het eigenlijk, ja, dat het niet zo heel moeilijk is om het aan te pakken. Maar goed, ik heb jullie daarin meegenomen, dus ik ga jullie dat laten zien. En dan ga ik nu even muziek aan zetten en een was draaien en even lekker aan de gang. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Zoals jullie weten loopt deze niet meer door. Ik kan hem ook niet schoonmaken, want mijn water loopt gewoon niet weg. Ik heb dus nu zo'n veer. En ik ga nu met deze veer ga ik helemaal in de afvoer in de hoop dat hij hem los gaat schieten. Dus ik ga het allemaal even leeghalen. Ga ik de afvoer loshalen en dan ga ik hem proberen om door te duwen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus ik ga jullie daar eventjes in meenemen om te kijken of dat lukt. Ik weet het zelf ook niet, maar we gaan het in ieder geval even proberen.
De conclusie is, al het werk is voor niks geweest, want het loopt nog steeds niet weg. Dus het wordt toch de woningbouw bellen, want ik weet anders niet meer wat ik moet doen, want het blijft toch weer hangen, helaas. Ik heb de toekant nu even hier neergezet. Ik heb hier nu toch nog geen foto's die er meer bij hoeven. Dus ik dacht, nou, kan die hier wel even leuk staan. Dus er staat wel, wel mooi zo. Kan mooi. En hier wil ik eigenlijk nog een kaars op zetten. Maar ik vind hem voor jou wel leuk. Zo, ik ben lekker klaar. De woonkamer is weer lekker schoon. Weer lekker schoon loopjes erop. Ik heb nu de kattenlopertjes weer gepakt. Dat zijn dus deze, maar die hebben jullie al een keertje gezien. Maar ik dacht, het is ook alweer een keertje leuk die erop. Ja, verder boven even bezig geweest, ging ook wel lekker. Toen ben ik op een gegeven moment naar beneden gegaan. Even wat oud papier opgeruimd. Ik heb de flessen allemaal bij elkaar geraapt, dus die kan ik morgen ook mooi inleveren. Is een was klaar, dan ga ik de volgende zo gelijk erin doen. En dan ben ik wel weer een beetje aangewassen, dat is wel lekker. Toen was ik vergeten die zwemkleren erin te doen van zaterdag. Ik denk, ja, die moeten ook weer even schoon worden. Dus was eigenlijk allemaal wel lekker. Dus als ik dat zo de was weer heb aangezet, ga ik zo nog even lekker relaxen. Ga ik straks lekker douchen en eten. Ik denk dat ik misschien hier vanavond eventjes op de wang nog even een wasje opvouw. Terwijl ik het perfecte plaatje kijk. Vind ik altijd van die kleurtjes, kan je prima doen. En het regent ook inmiddels weer gezellig. Nou, verder wil ik sowieso nog even een spelletje doen. Ik moet dus nog even die nieuwe foto maken. Dus dat moet ik straks nog even doen terwijl het nog goed licht is. Want dat is het beste. En dan ga ik mijn blogpost schrijven en de vlog inplannen. Even een thumbnail maken. En dan ga ik lekker de Netflix-serie kijken en even zien zijn. Dan ga ik ook weer lekker naar bed toe. Ga even lezen en dan ga ik weer lekker slapen. Ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb nu verder toch niks meer te vertellen. Dan behalve dat ik eventjes gauw de was nog ga aanzetten en dan ook even lekker in de relax-modus ga. Dus, maar verder ben ik wel tevreden. Alles is weer lekker schoon en daar word ik altijd wel weer blij van. Dus dat is heerlijk. Maar goed, bij deze zou ik in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 30 mei. Ik ben klaargemaakt, maar ik heb het wederom koud. Dus ik ga heel even de temperatuur bekijken. 18 graden, maar het regent ook steeds. Ik zit even een beetje in een gekke hoek, want ik had de camera op de oplader gedaan. Maar dat is niet helemaal goed gegaan, dus de batterij was leeg. Dus die moet even bijladen, want anders kunnen we niks filmen vandaag. Oh, ik heb zoiets vies meegemaakt. Ik moet dus elke dag dat knorsgebitje schoonmaken met een beetje afwasmiddel. Dat had ik gisteren ook gedaan. Goed afgespoeld, dacht ik. Dus voor ik ging slapen, doe ik dat ding in mijn mond en ik druk hem vast. En jakkie, allemaal, gewoon allemaal nog van die afwasmiddel erin. Dat voelde ik helemaal in mijn mond. Dus gelijk dat ding eruit, goed afgespoeld, mijn mond helemaal gespoeld. Nou, toen was hij wel weer schoon. Maar oh, wat is dat vies zeg. Dat is echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt even goed op letten, want dit is nu de tweede keer dat dit gebeurd is, maar het is zo ranzig. En ik weet nog wel, vroeger mijn beugel, die poetste ik anders. Ik had ook zo'n losse beugel, die deed ik volgens mij gewoon met tandpasta, maar dat mag met dit bitje niet. Je mag er geen tandpasta voor gebruiken, wat ik het liefst wel zou doen, want dat vind ik gewoon gelijk lekker fris, maar dat mag dus niet. Maar, oh, wat was dat smerig. Dus ja, nogmaals, daar moet ik even goed op letten. Ik heb gisteravond, mijn stem slaat over, gekeken naar het perfecte plaatje. Dat was wel leuk. Ze gingen foto's maken van olifanten. Vond ik wel heel mooi om te zien. Ja, ik vind olifanten echt wel hele mooie dieren. Maar dit was ook wel een beetje stilig. Want die olifanten die zaten nu op zo'n opvang. Omdat ze dus anders dan, die hebben dus een beetje een slecht leven gehad. Ook met circus acts en dat soort dingen. Dus nu mochten ze in vrijheid. En die kandidaten waren er al heel erg tegen. Want ze moesten een voorwerp uitzoeken. Ze waren bang dat ze daar wat met die olifant voor moesten doen. Maar dat was helemaal niet aan de orde, gelukkig. Nou, ik heb daarna nog even een stuk van Kopers om de Kijker gekeken. Toen ben ik nog even een spelletje ook heb ik gedaan. Toen ben ik lekker mijn blogpost gaan schrijven. Dus dat ging eigenlijk ook allemaal wel goed. En daarna lekker mijn serie gekeken vanavond, de laatste aflevering. Ik ben wel benieuwd. En daarna nog even zie je zij. Toen ben ik nog even lekker mijn boek gaan lezen. Ben ik lekker naar bed gegaan. Mijn coach is laat vandaag. Ik heb mijn horloge niet om. Die moet ik wel even pakken.
Die is pas om 4 uur er, dus dat duurt nog even. Dus ik ga ondertussen gewoon nog even wat dingetjes doen. Want stilzitten is toch niet echt mijn ding. Ze dacht eigenlijk dat ze eerder zou zijn, maar het was toch 4 uur. Dus nou ja, goed, het is niet anders. Dat ga ik eventjes doen en dan neem ik jullie straks mijn boodschappen wel weer eventjes mee. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Zo, terug van de boodschappen. Het kostte me vandaag heel veel energie. Ik zat op een gegeven moment hier op de bank vanmiddag. En oh, ik voelde me gewoon heel erg moe. Maar nu gaat het wel weer. Ik heb gewoon even wc-papier meegenomen. Die was weer in de aanbieding. En wc-papier is natuurlijk best wel duur. Dus ik dacht, nou neem ik het gewoon weer even mee. Ik heb niet superveel gehaald. Ik heb nog een keer de ijsthee gekocht. Want die vind ik heel erg lekker. En nu hadden ze hem nog. Ik heb ook nog twee zomerse jurkjes. Die ga ik gelijk even afwassen. Ik heb toch maar weer een emmertje gedaan. Esje was er ook niet. Ik dacht, ja, ik vind het wel leuk. Maar dan zit hij ook net iets langer. Dat is ook wel een lekker stofje voor van de zomer. Dus deze. En deze. Dus die vond ik wel gezellig. Dus dat. Dan heb ik voor maandag hamlapjes. Ik wilde eigenlijk speklapjes. Die zijn zo duur. Ik dacht, dat doe ik niet. Ik heb spekjes. Ik heb weer slavinken. Ik heb hamburgers voor straks. Het is straks. Nou, ik moet al bijna eten. Het is al 6 uur. Dus ik ga zo meteen eerst even douchen en daarna komen eten maken. Vannenzakken. En frikandellen. Ik heb al een taart voor Yara. Die laat ik nu even niet zien, want anders zou Nati hem al zien. Ik heb chocomel. Even kijken hoor. Haricot Ranch. Ik vond deze ook nog wel leuk. Een bloemblaadje. Die heb ik dan nog meegenomen. Dan heb ik gewoon 3 van die leuke dingetjes voor van de zomer. Dan heb ik hier weer de Felix Sensations. Die is ook weer duurder geworden. Ja, wat niet hè. Een zakje M&M's voor in de pot. Die was nu 2 euro. Ik dacht, dan wil ik het wel te doen. Ik heb weer lekker toetjes. Dan heb ik een reinigingsmelk met vitamine E en amandelolie. Ik vind dat dus gewoon lekker om nog nadat ik mijn make-up verwijderd heb te gebruiken. Deze was 1 euro bij de Boni. En Choco Macchiato. Ik dacht, die wil ik wel een keer proberen. Dat is nieuw, want ik hou van chocomel. Dan heb ik lekker boontjes. Patat. Ik heb ook een reinigingsmelk. Vroeger was dat 2-in-1, maar dat is niet meer zo. Hier zit katoenzaadolie in. Katoenzaadextract. Dus die zijn ook maar 1 euro per stuk. En dan heb ik aardappelschijfjes. Oh ja, nog even bij de trekpleister. En daar heb ik zo'n
mini vaseline gekocht voor in mijn tas. Want ik gebruik het heel vaak voor mijn lippen. Dat vind ik gewoon zo heel fijn spul. Ze hadden verschillende, maar ik heb de Rosy Lips. Die leek me wel lekker. En ik kwam deze twee leukertjes tegen van Mickey. De Labello van Mickey. Dit is dan de Catrine variant. En ook de Donuts. Die vond ik wel super leuk. Dus die heb ik niet meegenomen. Dus dat was alles. Ik ga even opruimen. Dan ga ik eerst even lekker douchen. En dan ga ik straks eten maken. En dan kan ik lekker op de bank op. Vanavond kijk ik weer het jachtseizoen naar Goede Tijden. Vanavond natuurlijk de cliffhanger van Goede Tijden. Ik verwacht er niet heel veel van. Ik vond die heel spannend. Dan ga ik het jachtseizoen kijken. Nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Laatste aflevering kijken van mijn Netflix serie. En nog even zie je zij. En dan ga ik nog even lekker mijn boek lezen. Dan denk ik dat ik vrij snel slaap. Want wat ik al zei, ik was een beetje moe. Maar goed, komt vast wel weer goed. Dus ik ga even opruimen. En ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 31 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net een video opgenomen. Ging eigenlijk allemaal wel goed. Dus dat is allemaal fijn. Ik ga zo meteen eventjes lekker stofzuigen. En dan ga ik even de strijk doen. Want dan moet weer even gestreken worden. En als het goed is ligt er niet zo heel veel. Dus dat is wel lekker. Mickey is een beetje onrustig. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik heb gisteravond naar de cliffhanger van Goede Tijden gekeken. Ja, ik vond het wel even een emotioneel stukje. Dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Maar het was niet inderdaad super spannend of zo. Dat je denkt van nou, hier moet ik zo lang op wachten. Dat maakt me niet zo heel erg uit. Weet je, dat het was niet echt een cliffhanger waardig, moet ik zeggen. Maar goed, dat was mijn mening. Ik vond het eigenlijk een klein beetje saai. Behalve dat ene stukje. Dat was gewoon wel even emotioneel, zoals ik zei. Daarna heb ik het jachtseizoen gekeken. Nee, dat was echt gigantisch grappig. Dit was met Noah Valen en Merel Ek. Zij werken ook voor SBS. Althans, daar zitten zij regelmatig. En ik heb daar zo om moeten lachen. Want ze hadden eerst ook al ze hadden wat mensen ingeschakeld die ook vaak bij VI zitten. Die ene man die was commando geweest. En die ging dus helemaal hun helpen. Ze hadden dubbelgangers ingeschakeld. Nee, ik vond het echt hilarisch. Ik moest echt heel erg lachen. Vooral omdat ze op een gegeven moment dus achter die dubbelgangers aan zaten. Toen zagen ze Helene Hendricks en een andere meisje die niet heel erg bekend is. Dus ik moest er echt gigantisch om lachen. Dus dat was echt wel heel erg grappig. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Moet nog even één nieuwe maken. Die was niet helemaal duidelijk. En daarna ben ik de laatste aflevering van de Netflix-serie gaan kijken. Ja, het was wel een hele bijzondere serie. Het ging dus over ouders die verdacht werden van de moord op hun dochter. Alleen hun beweerden dat ze er niks mee te maken hadden. Maar die rechter die was al heel erg veroordelend. Hij noemde die man bijvoorbeeld ook steeds brillemans. Dat is natuurlijk niet heel erg aardig. Want ja, dat is niet hoe je een verdachte moet behandelen. En uiteindelijk moest dan een jury bepalen of dat die ouders schuldig waren, ja of nee. Maar omdat het waar gebeurd is, weet ik zelf niet helemaal wat ik ervan geloven moet. Of dat ik vind dat die ouders schuldig waren of niet. Vind ik heel lastig. Maar goed, het was wel heel mooi. Daarna nog zie je zij. Toen ben ik nog even lekker mijn boek gaan lezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik heb nu eigenlijk weer een keertje goed geslapen. Want zoals de laatste dagen was het wat minder. Maar nu was ik ook gewoon heel erg moe. Omdat ik gisteren eigenlijk een beetje futloos was. Maar het was eigenlijk allemaal wel gewoon prima. Ik heb twee pakketjes binnen. Die ga ik jullie laten zien. En dan ga ik de strijkbout aan slingeren. Want dan gaan we maar even strijken. Want dat moet ook maar weer een keer gebeuren. Want anders loopt het weer te veel op. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus daar neem ik jullie dan in mee. Maar ik zal eerst even de pakketjes laten zien. Allereerst, muis gaat er even af, is mijn gewonnen boek binnen. Dat is wel heel erg leuk. Ik ben ook heel erg benieuwd. Er zit een kaartje bij om veel plezier te wensen met dit boek. Tijger ook even eraf alsjeblieft. En dan is dit het boek van Anna Thomas, Onder moeders vleugels, die heb ik gewonnen. Het is een vrij dik boek, denk ik. Het ziet er echt super mooi uit. Je hebt dus ook nog het eerste deel. En dat is van je familie moet je het hebben. Maar het ziet er heel leuk uit. Dus dat is dat boek. Dus die kan ik lekker gaan lezen. Echt super leuk. Dan stond er ineens een pakket voor de deur. En ik had dus een
mailtje gekregen. 2 weken terug of zo van een bedrijf dat heet Liefde Art. En die hadden mijn YouTube kanaal gezien en die vroegen of ik wilde samenwerken. Dus ik mocht wat uitzoeken. Dus het is een heel groot pakket. Ik mocht 2 dingen uitzoeken en dan zouden ze kijken wat ze op zouden sturen. En die stond ineens voor de deur. Dus dat is wel super leuk. Oh ja, je krijgt, ik heb hier, dit zijn zeg maar, dit is een lijst. Dit bedrijf dat maakt schilderen op nummers. Ze hebben dus een voorraad met schilderen op nummer, maar ze hebben ook spullen, accessoires ervoor. Maar je kunt ook zelf iets insturen waardoor hun het kunnen maken. Bijvoorbeeld een foto en die kun je dan zelf schilderen. En ik heb dus een lijst gekregen. Even kijken. Dan is dit dus schilderen op nummer. Ik kan hem even uithalen. Want je kunt het eigenlijk niet zo heel goed zien. Hier zit hij in. De doos is een beetje open. Kijk hoor. Oh ja. Je hebt allemaal netjes. Ik heb ook nog penselen erbij gekregen. Deze set bij penselen. Die had ik ook uitgezocht. Maar ik wist niet of ik die erbij zou krijgen. Maar die heb ik dus ook gekregen. Super leuk. Nou, gewoon een plaat. Met wil kunnen het worden. Maar ik zal dus eventjes het plaatje in beeld neerzetten. Van wat ik nou, welke ik heb besteld. Want jullie zien alleen dit. En dat het is op canvas. Kijk, het zijn dus katten, maar ik ga het plaatje in beeld nu zetten van wat dit worden moet. Want anders gaan jullie denk ik niet kunnen zien. Zo zien jullie dat het katten zijn. Maar ik zal even het plaatje in beeld nu zetten van welke ik heb uitgekozen. Ik zal het in ieder geval weer even proberen een beetje netjes in te pakken. Want dat ga ik uiteraard in de vocht een keertje proberen. En dan krijg je, oh dit is wel heel tof, kijk, allemaal verf. Oh, hier zie je het plaatje, kijk, dit moet hem worden. De katten. En dan krijg je hier dus gewoon de verf. Zit er helemaal in. En ook nog 2 penseeltjes. Maar ik dacht, ja, ik mocht 2 dingen uitzoeken. Dan kies ik ook wel penseeltjes erbij. Dus ja, dit heb ik er dan ook helemaal bij gekregen. Dus Liefde Art, super bedankt voor dit, ja, deze mooie samenwerking. Ik ga het in de vlog uiteraard gewoon met jullie gewoon nog proberen. Om dit te gaan maken. Maar ik mocht dit uitzoeken. Dus ik heb het niet zelf betaald. Dit is gewoon gekregen van dit bedrijf. Dus nogmaals super bedankt. Ik ben er heel erg blij mee. En ja, ik ga dit met heel veel plezier proberen om er iets moois van te maken. Dus dat wilde ik jullie even meegeven. Ik zal eventjes de link van het bedrijf wel even in de beschrijving zetten. Mocht je geïnteresseerd zijn om daar een keertje op te kijken of zo. Dus dat. En ook nog dus een lijst erbij. Dus dan kan ik hem ook inlijsten. Dus dat is super tof. Dus ja, super blij mee. Echt super leuk dat een bedrijfje dan ziet en dat ze willen samenwerken. Dus echt heel dankbaar voor dat mijn kanaal zo mag groeien. Dus dat waren even de pakketjes.
Zo, klaar. Strijken is gelukt. Was niet super veel, maar ik ben wel weer blij dat dat weg is. Want ik wil het niet meer zo laten oplopen. Dat deed ik eerder altijd wel, maar het is gewoon fijner om het gewoon regelmatig weg te strijken. Dus daar ben ik wel weer heel blij mee. Ik heb nog niet de strijkbout naar boven. Die laat ik liever beneden afkoelen. Ik vind het niet zo'n fijn idee als die boven afkoelt, omdat ik er dan geen zicht op heb. Wel de strijkplank naar boven en uiteraard de gestreken spullen die naar boven moesten. Boodschappen naar boven gebracht. E-mailtje gestuurd naar het bedrijf van de samenwerking. Dat ik de spullen heb ontvangen en dat ik het ook laat zien in de vlog. Nou ja, even wat informatie erbij. Berichtje gestuurd dat ik mijn gewonnen boek heb ontvangen. Dus nou, ik vind het wel weer goed geweest. En natuurlijk had ik al die video opgenomen, dus ik ben wel weer tevreden. Ik ga nu zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Daar heb ik wel zin in. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Vanavond kijk ik naar De Slechtste Chauffeur van Nederland. Ga ik weer eventjes kijken. En ik denk even die kopen zonder kijken afkijken. En nog even een spelletje doen. Video in elkaar zetten. Blogpost schrijven waar ik dus nog die video of die foto voor moet maken. Dan ga ik een nieuwe Netflix serie uitzoeken. Ik weet nog niet wat ik wil gaan kijken. En daarna ga ik weer naar Scott en Bailey kijken. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En dan vind ik het weer mooi geweest. Dus ik voel mijn gevoel niet heel productief geweest. Maar ik ben wel heel blij dat die strijk weg is. Maar morgen weer een nieuwe dag, denk ik dan. Ik ben dan nu ook wel gewoon een beetje moe. Dus dat is ook prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik heb nu verder toch niks meer te vertellen. Ik ga wel die nagellak eraf halen. Want vind ik ook wel lekker. Dan kunnen mijn nagels weer eventjes 2 dagen eventjes lekker gewoon luchten. En dan ga ik ze zondag gewoon weer opnieuw doen. Dus dat eigenlijk. Nou, ik ga in ieder geval bij deze zeggen tot morgen. Want nu ga ik niks meer doen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag alweer 1 juni. De tijd gaat echt hard. Ik ben klaargemaakt. Het is niet warm. Het is 21 graden, maar heel erg bewolkt. Ik vind ook echt de gevoelstemperatuur is niet warm. Dus ik heb weer lekker lange mouwen aangetrokken. Dus dat is verder prima. Ik heb gisteravond naar De Slechtste Chauffeur van Nederland gekeken. Ja, ik blijf me heel erg verbazen dat zoveel jonge mensen gewoon echt letterlijk soms 19 zijn en die dus echt niet kunnen rijden. Dan vraag ik me echt af, hoe heb je dan af kunnen rijden? Want ja, het is niet om aan te gluren, zeg maar. Daarna heb ik ook eens om de kijk afgekeken. Ik heb daar nu nog 1 aflevering van staan, maar ik begreep dat dat een herhaling was. Dus dat moet ik even kijken. Maar dat zie ik wel als ik dat ga bekijken. Nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik met een nieuwe serie gestart op Netflix. Zal even kijken hoe die heet. Ook weer een miniserie. En hij was voor mij best wel goed met een match, zeg maar. Die kwam redelijk goed tot zijn recht. Forced. Dus nou ja. Ik heb nu nog 1 aflevering gezien. Ik kan er niet zo heel veel van zeggen. Dus dat moet ik eventjes aankijken. En daarna weer Scott en Bailey. En toen ben ik lekker naar bed gegaan. Ik heb weer even lekker een poosje mijn boek gelezen. Toen ben ik ook eigenlijk wel lekker gaan slapen. Want ik was ook wel weer redelijk moe. Ik moet zometeen gewoon eventjes mijn kwasten weer wassen als ik stof gezogen heb. En ik wil even wat spullen erbij pakken voor de handwas. Die zet ik dan wel even aan dat die vannacht kan draaien. Want ik moet zo de vaatwasser aandoen. En ik durf niet zeg maar de vaatwasser en de wasmachine tegelijk aan. Want ik denk dat de stroom er dan uitvliegt. Dus dat ga ik zeker niet doen. Maar de vaatwasser moet in ieder geval aan. Want die zit weer vol. En dat is gewoon belangrijk. Verder ga ik gewoon een beetje rommelen. Dus ik neem jullie gewoon wel weer eventjes mee. Maar verder ook eigenlijk niet heel veel bijzonders te vertellen. Want er is ook niet zo heel veel gebeurd in de tijd dat ik jullie dan niet heb gezien. Dus daar houden we het maar eventjes bij. Dus ik ga maar eventjes lekker aan de gang. Thank you.
Zo, klaar. Kwasten zijn schoon. De goot zijn ook even helemaal schoongeveegd. Want ik kan hem elke keer niet goed schoonmaken. Omdat het water dus niet lekker wegloopt. Dus elke keer blijft er dan spul achter. Maar ik heb hem nu even goed schoon. Dus dat is wel lekker. Maar ik heb kattenvoer in mijn haar. Ik ging net de katten eten geven. Toen ging ik het verdelen. Toen is het blijkbaar hing mijn haar in de weg. En is mijn haar er een beetje in gaan hangen. Dat is wel heel vies. Straks lekker wassen. Ik vind het ook zo'n nare geur, dat zachte voer van die katten. Die brokjes gaat toch wel, maar dat zachte voer, dat vind ik zo niet lekker ruiken. Ik snap ook echt niet wat die katten er lekker aan vinden, maar goed, ze vinden het heerlijk. Maar dat vind ik altijd zo vies als het in je haar komt. Nou, verder wel lekker dingen gedaan, eventjes de spullen voor de handwas klaargezet, dat ik die vannacht even kan draaien. Ik wil eigenlijk vanavond even mijn Ajax shirt nog even draaien op de handwas, maar die durf ik niet te centrifugeren. Dus die komt er dan vrij nat uit. Dus die gaat dan gewoon nat in de douche opgehangen worden. Dan kan die de hele nacht drogen. En morgen ook, totdat ik weer ga douchen. En dan als die dan niet meer zo heel nat is, dan kan die hier gewoon verder opdrogen. Maar daar moet ik gewoon heel voorzichtig mee zijn. Maar ik wil hem eigenlijk wel even wassen, want dan is die ook weer schoon voor als het seizoen met de tijd weer begint. Maar verder ben ik op zich wel tevreden. Ik ga nu zometeen eventjes lekker relaxen. Ik heb wel een klein beetje hoofdpijn. Ik merk wel dat het slapen nu wel weer... Op zich ben ik nu niet meer steeds elke keer zo vroeg wakker. Dus ik heb het idee dat het een beetje wel wat wendt nu. Alleen, ik heb wel steeds nog weer van die nare dromen. En dat is gewoon heel vervelend. Ik ga vanavond gewoon, als ik lekker gedoucht heb en gegeten... kijken naar, oh wat een jaar, wel de jaren 80. Ja, zal ik weinig van weten natuurlijk, want ik ben een 90s kid. Maar ja, dat, nou ja goed, misschien het is altijd wel weer even leuk om terug te zien. En maar wordt vast wel weer grappig. Ik ga daarna nog even Disney Dreamlight Valley doen. Dan ga ik de vlog voor het grote gedeelte in elkaar zetten. En dan ga ik verder met mijn Netflix serie en daarna met zussen. De laatste aflevering is nu op televisie geweest. Dus het is voor mij nu ook gewoon verder uitkijken. En dan ben ik ook weer helemaal bij. En dan is de vraag of er nog een tweede seizoen komt. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ja, vanavond lekker mijn boek weer lezen in bed. Maar dat is standaard. Dus bij deze zeg ik dan tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 2 juni. Ik heb het wederom weer een beetje koud. Het is 19 graden. Ik heb net even de kliko aan de weg gezet voor de GFT. Die wordt morgen geleegd. Ik denk, nou, dan zet ik hem mooi vast neer. Ik schoof hem vast op plek. En er komen er ook allemaal mieren onder vandaan. Dus ja, goed, hij staat gewoon buiten. Dus ja, dat hou je toch wel. Het zonnetje schijnt een beetje, maar ja, zoals ik al zei, ik heb het toch wel fris. Ik heb ook gisteravond gewoon weer een pyjama met lange mouwen aangetrokken, want ik had het gewoon echt koud. Dat was wel lekker op zich. Ik heb gisteravond gekeken naar, oh wat een jaar. Ja, zoals ik al had verwacht, ik wist niet heel veel. 1989, ja, ik ben van 1991, dat wist ik dus niet. Dus dat, op zich vind ik het altijd wel leuk als ik er ook zelf wat meer van weet. Maar ja, goed, dat... Ga je niet altijd redden natuurlijk. Ik heb nog even lekker Disney Dreamlight Valley gedaan. Ik had weer wat opdrachten, dus dat was wel leuk. Ik heb nu ook eindelijk de kok vrijgespeeld. Die is van Ratatouille. En ja, je moet al zeg maar steeds punten verzamelen. Maar ik kom niet altijd aan die punten, dus daardoor duurt het heel lang voor mij. Voordat ik verder ben. En soms heb ik ook echt geen quests en dan hoef ik niks te doen. Maar nu kon ik wel weer even verder, dus dat was leuk. Ik heb mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Tijgertje, dat zag ik. Dat mag jij niet doen. Tijgertje deed met de pootje zo naar Mickey. Toen ging Mickey weglopen. Dat vind ik altijd een beetje zielig. Dus dat is verder klaar. Toen heb ik al een klein stukje voor de thumbnail gedaan voor dinsdag. Dus dat is ook wel gelukt. En ja, verder eigenlijk allemaal wel prima. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna zussen. Ik heb nog 2 afleveringen. Dus wel heel leuk. Nu ga ik zo even stofzuigen. Ik moet nog wel even die handwas aanzetten, want ik zag dat ik toch nog wat dingen vergeten was. Ik dacht, nou, dan zet ik hem vandaag al aan. Ik zou hem eigenlijk gisteren aanzetten.
voor vannacht dan, maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik had wel mijn Ajax-shirt gewassen, is verder allemaal goed gegaan. Ik heb hem niet gecentrifugeerd, ik heb hem nat opgehangen in de douche. En ik moet zeggen, het is materiaal wat heel snel droogt, dus dat is wel lekker. En toen ben ik eigenlijk lekker naar bed gegaan, ben ik mijn boek gaan lezen. Ik denk dat ik hem misschien wel vanavond uitkrijg en anders morgen wel. Dus dat is op zich wel heel erg leuk. Dus dat was het eigenlijk. Goed, ik ga zo even stofzuigen en dus even die laatste spulletjes van boven pakken. En de groenten doen. Dan ga ik zelf nog even boven wat doen. En dan ga ik straks foto's maken. En die laat ik uiteraard weer even zien, de producten. Dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Dus niet heel spannend of zo. Dus dat ga ik doen. Dus ga maar eventjes aan de gang. Ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier de Fab Factory You See the World Through Diamond Eyes paletje gepakt. De twee Bouncy blushes van Minnie Mouse en Mickey. Met de namen 01 Never Grow Up. En 02 Another Perfect Day. En ik heb deze nagelolie. Berry Nail Magic Repair olie van Catrice. Want mijn nagels zijn echt super droog. Dus ik hoop dat het hiermee wat weer gevoed wordt. Dus die ga ik ook proberen. Dus dit zijn even de fotospullen. Daar ga ik dus nu foto's van maken. Zo, ik ben klaar. Eigenlijk best wel productief geweest. Ik heb boven het een en het ander gedaan. Dus dat was wel lekker. Maar toen ontdekte ik dus dat die vinger. Ik heb daar zo last van. En elke keer smeer ik de eczeemcreme op. Maar het is gewoon een heel klein sneetje. Dus ik ga hem gewoon even afblakken. Want alles wat ik doe, doet gewoon pijn. Ik weet dat het normaal beter is om hem aan de lucht te laten drogen. En dat doe ik nou echt een hele tijd. Maar hij gaat op de een of andere manier niet dicht. Maar dat komt toch omdat ik steeds met water in aanraking kom. Dus ik moet hem gewoon eventjes afplakken. Want dit doet echt heel erg zeer steeds. Foto's zijn klaar. Ik heb de handwas klaar. Die hangt al. Wasje opgevouwen. Die ligt alweer boven. Fotospullen opgeruimd, want ik heb al gelijk geïmporteerd. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk best wel tevreden met wat ik allemaal heb gedaan. Dus ben ik wel blij. Toch wel een lekker productief dagje eigenlijk gehad. Ik had misschien meer willen doen, maar soms moet je ook een beetje denken van... Oké, als je lichaam zegt, ik vind het nu genoeg geweest, dan moet het ook goed zijn. En ik had nu zoiets, ik heb nog even wat andere klusjes, dat heb ik allemaal gedaan. Dus daar ben ik blij om. Ik ga nu eventjes lekker in de relax-modus, want... Ik ben toch alweer een beetje aan het inkakken, zeg maar. Ik ga straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik naar Code van Koppens en daarna Alberto Stegeman. Zag er ook weer heftig uit. Daar ben ik ook opnieuw naar. Ik ga sowieso nog even Disney Dreamlight Valley doen. Ik hoop even de thumbnail af te maken voor mijn video van dinsdag. En dan eventjes... ga ik doen... Ja, mijn foto's gewoon weer werken. Ik ga mijn nagels lakken. En ik ga dan weer verder met mijn Netflix-serie. En daarna CSI. En volgens mij is vanavond de aflevering die hervat wordt met Justin Bieber. Dus ik ben wel benieuwd. En daarna ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. Ik hoop dat ik hem uitkrijg. Het zou leuk zijn. Dus ja, dat eigenlijk. Ik dacht eigenlijk dat er nog iets was wat ik wilde vertellen. Maar ik weet het zo even niet. Dus het zal vast niet belangrijk zijn geweest. Dus nee, ik weet het eventjes niet. Ik ga je in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 3 juni. Ik ben klaargemaakt. En ik was vanochtend al heel vroeg wakker. Ik heb niet zo heel erg lekker geslapen. Ze zijn namelijk bezig met de daken hier. En die begonnen al om 8 uur vanmorgen met timmeren en... Nou ja, ik weet het allemaal niet. Ik weet niet precies wat ze hebben gedaan. Ik denk niet dat ik er echt iets aan kan zien. Er stond al vanaf vrijdag zo'n hoogwerker hier. En die hebben ze vandaag gebruikt. Dus ze gaan steeds een stukje verder. Dus het gedeelte waar ik zit, dat is al klaar. Dus dat is op zich wel lekker. Daar heb ik nu geen last meer van. Daardoor heb ik niet al te best geslapen. Maar goed, dat heb je soms. Ik heb gisteravond gekeken naar Code van Koppens. Was wel weer leuk. Was ook wel een beetje ranzig. Want het was heel mooi gemaakt hoor, op een strand. Maar er kwamen de meeuwen. En leek het net of er dus vogelpoep of meeuwenpoep naar beneden kwam. Het was wel weer nodig, want dan kregen ze weer een code door. Maar het zag er ook wel een beetje ranzig uit. Daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken. Dat vond ik ook wel heel heftig. Dat ging over een bewindvoerster die dus geld van die mensen in hun eigen zak, in haar eigen zak stak. Dat was natuurlijk niet zoals het hoorde. Dus dat was ook wel heftig. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik zal eventjes de nagellak pakken. Neem jullie blijven mee. Nagellak pakken.
Welke ik heb gebruikt. Even kijken hoor. Dat is één. Ik heb allereerst ook die nagelolie gebruikt. Dat was wel echt lekker hoor. Die heb ik gewoon lekker in laten trekken. En dan heb ik als basiskleurtje heb ik deze gebruikt. Dat is een Next Top Summer nagellakje uit een hele oude collectie. De naam 03 Made for Sunny Days. En daar heb ik overheen die glittertjes aangebracht. Dat is de 050 Sparkle Darling. Dus ik vond het op zich wel leuk. Je ziet, gewoon de glitters zijn gewoon leuk. Maar ze voelen niet hard aan, zeg maar. Soms heb je van die glitters die voelen keihard aan. Maar dat voel je deze niet zitten. Dus dat is wel lekker. Ik heb mijn foto's bewerkt. De thumbnail afgemaakt. En daarna ben ik de Netflix-serie gaan kijken. En daarna zie je zijn. Dat was een vervolg van eerder. Waar dus weer Justin Bieber in zat. Maar die werd hartstikke doodgeschoten. Dus nou ja, dat was eigenlijk de eindconclusie. Ik ga zo meteen. Ik moet even foto's maken van de kast in de keuken. Dat is die zwarte kast die ik bij de IKEA had gekocht. De deuren die hangen heel erg scheef. Die krijgen we ook op geen mogelijke manier recht. En de schroeven die vallen er inmiddels uit. Uit de scharnieren. Dus mijn vader zei, ga er maar gewoon foto's van maken. Dan gaan we even langs IKEA. En dan gaan we toch even vragen of daar nog iets van garantie op zit. Ik heb de IKEA kaart. Dus je hebt langer garantie als je die gebruikt. Die family kaart. Dus ja, ik hoop dat ze er iets mee kunnen. Maar eventjes kijken. Dus dat moet ik even doen. Ik ga verder gewoon stofzuigen. De bakken doen in de douche en zo. Ik heb weer even zo'n plaat gemaakt met kleuren. Zo'n potloodkaart heb ik gemaakt. En dan ga ik jullie eventjes laten zien. Want ik vind het met schoonmaken op de maandag altijd een beetje lastig om jullie mee te nemen. Dus dat ga ik jullie laten zien. En dan ga ik eventjes een wasje pakken. Muziekje aanzetten. En dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. Dus dat is voor nu de planning. Oh, ik heb het behoorlijk warm gekregen. Mijn shirt zat eigenlijk net iets te warm. Maar ja, dat wist ik van tevoren niet. Maar alles is klaar. Dus dat is wel lekker. Ik heb de hele binnenkant van de kattenbak gedaan. Ik controleer even het weer. 18 graden. Dus dat is allemaal weer klaar. Dus ze hebben schone bakken. Ze hebben weer lekkere schone eten- en drinkbakjes. De douche is lekker klaar. Deuren weer schoon. Dus wat dat betreft wel weer lekker veel gedaan. Waar ik wel blij mee ben. Al kleding gepakt voor morgen. Want morgen moet ik natuurlijk naar het ziekenhuis toe. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft wel tevreden. Ik ga nu eerst even foto's maken van die kast. En dan ga ik eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik, ik weet er alles van. Dat spelletje begint weer. Vind ik altijd super leuk.
En daarna eventjes meester Frank Visser, hoe is het nu met? Vind ik ook wel leuk. En ga ik nog even een spelletje doen. Misschien nog even die laatste kopen zonder kijken alvast mee beginnen. En dan ga ik mijn video in elkaar zetten, mijn blogpost schrijven. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en nog even zie je zijn. Dan ga ik even beginnen in een nieuw boek, want ik heb gisteren mijn boek uitgelezen. En dan ga ik lekker slapen, want morgen zal op tijd te wekken wel weer gaan. Maar dat hoor ik allemaal nog wel. Dus dat is eigenlijk nu eventjes mijn planning. Ik moet nu echt eventjes wat drinken en even relax-mode, want ik ben nu echt helemaal zat. Dus kijk, dat ding staat er nog steeds, maar ze staan al vanaf 3 uur stil. Zie je dat, dat ding? Daar hebben ze die daken mee gedaan, maar die doet al vanaf 3 uur niks meer. Dus ook heel gezellig. Maar goed, dat gezegd hebbende, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, het is 4 juni. Ik ga me even klaarmaken, want ik moet naar het ziekenhuis vandaag. En mijn vader had zoiets, laten we maar een beetje op tijd afspreken. Want stel dat ze zeggen... die kast moet omgeruild worden, dan kunnen we hem eventjes omruilen. Dus vandaar dat ik al wakker ben. Niet zo heel fantastisch geslapen, want het duurt altijd heel lang voordat ik in slaap val. Ik heb minstens een uur wakker gelegen nog, toen ik in bed lag. Maar dat heb ik dus altijd als ik een beetje op tijd mijn bed uit moet. Maar ja, dat is iets wat een beetje erbij hoort bij mij. Ik ben het gewend. Gisteren weer gekeken naar Het Weten Alles Van. Op zich wel leuk, alleen ik wist niet zo heel veel. En ik vind het altijd wel leuk als ik ook echt dingen weet. Maar nou ja, goed. Dat zal de komende tijd wel weer blijken. Vanavond weer een nieuwe kans. Daarna meester Frank Visser, hoe is het nu met? Victor terug naar 2 zaken die ze dus eerder behandeld hadden. Dat waren zaken uit 2023. Januari 2023. En een van die zaken, dat was wel triest. Want een van de deelnemers, die was dus vrij snel naar de uitzending overleden, zei ze. Dus ja, dat is altijd wel een beetje triest natuurlijk, als dat gebeurt. Ja. Ze hadden wel toestemming, zeg maar, van de familieleden om te filmen. Om deze zaak nog een keer in de aandacht te brengen. Veel te veel concealer. Nou, op zich is het lekker voor je oogjes, maar... Dus, op zich wel... triest vond ik dat. Toen heb ik daarna nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet. Toen zag ik dus... Pas eigenlijk hoe... De record pen mis was gegaan. Maar goed, dat heb ik even in beeld neergezet. Ik had die collectie van Essence van de Apricots uitgetest. En er zat dus een pen bij. Daar kon je dus zelf sproetjes mee maken. Maar dat was niet helemaal goed gegaan. Maar goed, dat zag ik eigenlijk veel later. Dus ik heb dat niet meer in de video kunnen verwerken. Ik heb een blogpost geschreven. Nou, toen had ik één nagel, die was heel slecht. Die kon ik buigen. En ja, die moet ik dus eventjes ook gelijk bijwerken. En daarna had ik Netflix-serie gekeken. Vanavond de laatste aflevering volgens mij. En nog even zie je zij. Toen heb ik heel even een nieuw boek gelezen. Toen heb ik een poging gedaan tot slapen. Wat dus niet heel erg fantastisch ging. Maar goed. Vanmiddag dus naar het ziekenhuis, straks even langs de IKEA, even kijken wat ze zeggen van de kast. Ik voel wel een beetje spanning, maar ja, ik weet niet zo goed nu, of dat komt omdat ik nu ook al vrij vroeg voor mijn doen wakker ben, of dat het gewoon echt te maken heeft met het ziekenhuis. Maar goed, dat ga ik wel uitvinden. Ik ga mezelf even klaarmaken, ik ga even kijken of ik jullie nog ergens kan bij meenemen, misschien vandaag, en dan... ga ik het wel zien. En dan is het gewoon even afwachten vanmiddag. En dan zie ik jullie sowieso wel weer als ik terug ben. Dus ik ga me eventjes verder klaarmaken. En dan zou ik bij deze zeggen, tot later.
Ik ben weer thuis. Onderzoek, het was heel licht afwijkend, maar ze hebben voor de zekerheid toch een biopt genomen. En het viel toch wel een klein beetje tegen, want ik moest hoesten en toen namen ze het af, maar je voelde het toch nog wel. En toen hebben ze het dichtgebrand en ik heb nu echt onwijs veel pijn. Echt onder in mijn buik, zeg maar. Dus dat voelt niet heel lekker aan. Ik moet ze... Ik probeer nu vandaag een beetje rustig aan te doen. Het is nog echt vroeg. Het is pas 5:30, 4:00. Ik moet echt denken, ja, zal ik de video nog gaan opnemen? Maar ik ga het toch morgen doen. Want ik voel me nu niet vrolijk genoeg. Of eigenlijk goed genoeg om het te doen. Dus ik denk, ja, dan kan ik nu de video opnemen. Maar ik wil wel gewoon goed overkomen. En ik merk gewoon dat ik nu een beetje al naar woorden aan het zoeken ben. Met alles vertellen. Dus het doet gewoon echt heel veel pijn. Het goede nieuws is, we hebben... de kast omgeruild. We hadden het eerst gewoon gevraagd van joh, mogen we die kast dat laten zien? Ik had foto's genomen. Ik kan het jullie ook nog eventjes laten zien. Want wat was er aan de hand? Kijk, zoals je hier ziet, de kast sloot niet aan. De bovenkant, hij kon niet recht. Nou, toen kwamen we bij het tweede probleem. Kijk, ik zal even... Hier, die gaten, die lubberden helemaal uit. Dus een beetje met flits genomen. Ik heb hem ook nog zonder flits. Die schroeven vielen eruit. Dus dat was niet goed. En toen zeiden ze van, ja, je mag hem gewoon omruilen. Dus toen zijn we terug naar huis gegaan. Hebben die kast hebben we meegepakt. Die hebben we omgeruild. En eigenlijk helemaal prima. Dus die kast die hebben we uit elkaar gehaald. Die hebben we in de auto gedaan. We waren met z'n drieën de kast teruggebracht. Toen kreeg ik het op een cadeaukaart. Kreeg ik het terug. Toen kon ik de nieuwe kast pakken. Die kon ik gewoon afrekenen bij de kast. En toen was ik klaar. Ik heb nog wat andere dingetjes gekocht. Dat is niet veel. Kan ik zo meteen wel even laten zien. Maar ik denk niet dat ik heel veel meer ga doen nu. Want wel even wil ik stofzuigen. De kamer staat nu vol met dozen. Want kijk, ik heb hier nu dozen staan. Ja, die kast moest leeg. Hier heb ik dozen staan. Dus alles staat nu een beetje vol in huis. Omdat de dozen. Alle borden in dozen staan. Het scheelt natuurlijk nu dat ik de vaatwasser heb. Dus er gaat gewoon vanavond alweer een heleboel de vaatwasser in. Dus dat. Ik zit nu even te wachten tot mijn moeder zo terugbelt. Want die had ik eventjes gebeld. En normaal spreek ik die altijd 's avonds. Maar vandaag is daar de avondvierdaagse. En Nathalie loopt mee. Dus die is met die kindjes dan bij mijn moeder. Dus dan gaat ze zo terugbellen. Kan ik ook even mijn verhaal doen. En dan verder eigenlijk een beetje rustig aan. Ik vind het heel moeilijk. Want het liefst zit ik gewoon. Ja, ben ik altijd bezig. Maar ik voel nu gewoon aan mijn buik van dit is gewoon niet goed om nu te gaan doen. Maar ik zal zometeen in ieder geval nog even de spulletjes laten zien die ik heb gekocht. Misschien dat ik daar nog even wat mee ga doen. Maar dan moet ik eventjes kijken. Dus ik moet gewoon eventjes kijken. Ik heb in ieder geval weer sloten koffie op en weet ik het allemaal. Dus het komt verder wel goed. Maar het is nu gewoon even dat ik denk, ja, het is toch wel even pittig geweest. Maar ik zal het zo meteen nog even laten zien. Maar dan zijn jullie in ieder geval even op de hoogte. 21 juni krijg ik de uitslag van de SIN-uitslag. En dan aan de hand daarvan kijken wat er uit die uitslag komt. En dan moet ik verder beslissen van... dan kunnen ze meerdere opties doen. Maar eerst maar even wachten wat die SIN is. En dan kan ik het ook even bespreken met mijn moeder en met Nathalie. Van wat is dan wijsheid? Dus, maar dat is gewoon eventjes afwachten. Verder gewoon rustig aan nu. Ik mag wel gewoon sporten en zo, maar ik merk nu gewoon mijn buik. Ja, die doet gewoon echt superveel pijn. Ik heb jullie dan eventjes meegenomen naar de IKEA, maar dat hebben jullie even kunnen zien. Het was zo grappig. Ik ben altijd aan het steppen.
Dus ik zei tegen een vriendin van mijn vader, film mij even als ik step. Maar zij heeft hem echt opgefilmd, geeft niet. Dus je ziet de beelden even iets anders. Dus toen ging ik steppen. Toen zei ze man, oh, dat is ook echt leeftijd. Die werkte dit. Zegt, oh, het is echt leeftijdsloos. Want hij zegt, ja, ik zag laatst een oude man, die deed het ook. Die was 80 of zo, maar die was een beetje beschaamd. Dus ik moest er wel om lachen. Maar goed, ik zal zo even de spullen laten zien. Ik krijg nu een berichtje binnen. Dus ik denk dat ik zo eerst even met mijn moeder en met Nathalie bel. Oké, ik ging nog even wat dingen van IKEA laten zien. Ik zal allereerst even deze laten zien. Die had mijn vader eventjes gehaald. Het is een houder voor de stofzuigerslang. Deze had je vroeger ook bij IKEA, maar die verkopen ze al geruime tijd niet meer. Toen zag ik dus dat de Gamma ze had. Die hebben ze in de winkel. De Praxis had ze ook, maar die had ze enkel online. En die moet je dan weer bestellen. Ik moest even ingrijpen bij een kat. Ik weet niet wat nu nog. Maar goed, je had ze dus bij de Praxis enkel online. Dan kon je ze wel bestellen, weer verzendkosten, bladibladibla. Toen zag ik ze bij de Gamma. Toen had ik mijn vader gevraagd, kom jij toevallig nog bij de Gamma? Ja, daar moest hij nog wel zijn. Hij moest nog iets ruilen, dus toen had ik gevraagd of hij niet mee wilde nemen. Ik ga hem nog even niet ophangen, want ik wacht eerst maar weer tot de kast er staat. Die was even van de Gamma. Oh ja, een bonnetje ervan. Bij de IKEA heb ik nog zo'n setje met deze borden gekocht. Deze kleur ging er dus uit. En ik had er nu 4 en ik dacht, ja, vind ik eigenlijk een beetje een gek aantal. Want ik heb van alle 6. Dus ik dacht, nou, dan neem ik nog zo'n setje van die mee. Nu waren ze voor de helft van de prijs. Dan heb ik zo'n setje met van die, ja, dit zijn van die ringetjes. Die kun je over een bakje heen doen. Ik heb nog wel eens een bakje staan met iets erin. Of bijvoorbeeld, stel dat je buiten zit en je gaat wat drinken. Dan kun je die over je glas heen doen. En dan komen er geen beestjes in. Dus dat is wel ideaal. Je kunt ook in de vaatwasser. Je krijgt 3 maatjes. Dus dat is deze. Dan heb ik even een grote lijst gekocht van diamond painting. Die ik had gemaakt van Parijs. Die grote, die, daar had ik toen een lijst voor gekocht. Die was niet helemaal passend. Nu heb ik deze gekocht. Het is gewoon een hele simpele lijst. Verder niet bijzonder. En als laatste heb ik een plank voor in de keuken. Deze is wel een stukje langer. Maar dit is dan de portie die ze hebben. En die was nu ook met korting. Dus dat had ik even gehaald. Ik ga eventjes de stofzuiger er doorheen trekken. En even een aspirintje nemen. En dan ja, is het straks ook wel weer tijd voor de kat om te eten. Dus. Zo, toch nog even stofgezogen en een wasje aangezet. Maar nu ga ik niks meer doen. Nu ga ik eventjes lekker op de bank. Kat hebben net lekker gegeten. Ik ga straks gewoon lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik gewoon weer, ik weet er alles van. En daarna... Simon confronteert. Ik ga sowieso nog wel even een spelletje doen. Ga ik de vlog afmaken. En mijn foto's bewerken. Ik wil vast even wat foto's doen voor vrijdag. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En daarna nog even zien zijn. Dan ga ik lekker naar bed. Hoop nog een stukje van mijn boek te lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga bij deze dan ook gewoon de vlog afsluiten. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus dan in ieder geval eventjes lekker liggen. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om naar deze video vlog te kijken. Moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Ben je nog niet geabonneerd en zou je dat willen, kun je dat gratis doen op het rondje met mijn gezicht. Druk of op het rode knop of op de rode button op mijn kanaal zelf. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. En dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, zou ik het leuk vinden als je ook even je duimpje omhoog zou willen doen. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!